Meneer Mensen, goedemorgen en welkom. Goedemorgen, goedemorgen, dank u wel. Ja, u bent helemaal vanuit Damsko gekomen. Yes. Dus de man van Damsko zei: Luko no live. De man dacht, hey, Hé, Quincy. Ja toch? Quincy in the building. <laughs> Oké. Okay. Hoe gaat het? Goed, goed. Hoe is het met u? Rustig. Hoe lang Goedemans. bent u al in Su? Oh, ik denk dat ik er een, een klein weekje ben. Ja. En uh, over een klein weekje helaas weer moet gaan. Oké, okay, en het voelt lekker om thuis te zijn? Het voelt heerlijk om thuis te zijn. Of is Nederland je huis? Nee, nee, nee. Oh, hier is thuis? Hier is thuis, Nederland is mijn slaapplek. Oké, okay, <laughs> mooi tori. Q-Kitchen. Ja, dat Q's Kitchen. Je yeah, boy. Ja, man. Ah? Ja, man. En uh, je bent kok? Ja, ik ben... Uh, ja Kok is een zware benaming, chef is een zware... Ik ben een... Laat me het zo zeggen, ik ben een self-made chef. Ik heb geen, uh, ik heb geen uh, officiële papieren, zeg maar dat ik op de kokschool ben gegaan en dat soort dingen. Maar ik heb, me, ik heb mezelf gemaakt tot, tot wat ik nu ben. Uh, ja, eigenlijk door middel van internet, uh, mensen in de familie die koken en dan zo'n beetje je, je eigen vibe in dingen kunnen brengen. Oké okay, dus in feite ben je opgegroeid met oma en opa. Want het is het? Naar Bosma? Ja, oma wel. Oma wel? Oma, oma was al Bosma. 100%. procent. Okay. en je moest uh, in de keuken staan wanneer ze bezig was? Nee, Ja, ik was in de keuken als ze bezig was, uh, okay. maar mijn specialiteit, wat nu nog steeds mijn specialiteit is sinds ik klein was, is proeven. Proeven? <laughs> ja. Oké, okay, oké, okay. dus je bent een goede proefmeester? Ik ben een goede proefmeester. Oké, okay. en ik heb begrepen... Dus Masaeguakou festival, ja, je staat altijd daar. Ja. En uh, wat bied je aan de man aan? Uh, nou, Q's Kitchen is eigenlijk niet, niet de typische Surinaamse eten wat je bent gewend, niet die criore koekeroe, maar we hebben echt meer Amerikaans eten, soorten Kitchen. Ja. Dus dan, ons hoofdmeel is zeg maar, chicken en wafels. Het ja. zijn lichtgezoete wafels met 50% kip, salade en de sausjes. Heerlijk om te eten. Als je het samen eet, is het een feestje in je mond, alsof je je eerste kus hebt gehad, mm -hmm. als je nog kan herinneren hoor. Ja, ja. Maar zo is het. En we hebben biscuits. Die biscuits die ze ook hebben in andere restaurants, maar die van ons zijn niet uit een pakje, die van mij maak ik vers. Ja. Dus die zijn ook veel lekkerder en het wordt met liefde gemaakt en je proeft het. En elke dag maak je dit, dit klaar in uh, Damsko? Ja, elke dag maken we dit klaar in Amsterdam en mensen komen van heide en verder. Om het te eten. Vooral ook de biscuits, maar ook die chicken en wafels. In Amsterdam hebben we ook um, pasta salade met fried chicken. We hebben cornbread. We hebben coco bread. Dat is brood gemaakt op basis van kokosmelk met bacaljauw. Heerlijke dingen. Ik begin zelf de watertanden hier, man. Mooi, man. Maar als die Amerikanen zelf komen, dan wat zeggen ze? Ik ben goed gekeurd, man. Goed gekeurd? Goed gekeurd. Door verschillende Amerikanen. ben ik Goed gekeurd. Dus even abarakwa, Jorko, na vrijvrijvrij. Probleem. 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 En wat ga je 10 april doen in Suriname? Je, je Mekwam biscuit, lekker Sanja ook toe? Tuurlijk. 10 okay. april zijn we, hebben we samenwerking met Chef Jetro ja. van Routu. Ja. Um, maar dit event gaan we houden bij Wimoxi. Aan de Fassommeldijkstraat 20. Um, dan kunnen jullie gewoon lekker chicken en wafels komen eten. En vooral die biscuits. En uh, patat. En fried chicken. En. Het wordt gezellig, het wordt een feestje. Dus voor de eerste keer gaan we hier chicken en wafels proeven van... Van Q's Kitchen, zeker. Oké, okay. en uh, ben je enthousiast? Ik ben super enthousiast. En, super. En hoe laat begint het evenement? Het evenement start om 3 uur. En we moeten zeggen, op is op. Op is op? Ja, op is op. Dus kom op tijd, kom lekker zitten. Kom het lekker ophalen. Doe wat je wil, maar als je, als je komt zitten is beter. En waarom moet men daar komen die dag? Gewoon voor de vibe, voor de gezelligheid. Overal, tegenwoordig is het een beetje een, een zware tijd voor iedereen, ook financieel gezien. Dus als je eventjes daaruit kan ontsnappen, ontsnap er even uit. En eten is het beste in mijn hoofd om er even uit te ontsnappen. En, en toen jij je, je partner hier in Suriname vroeg. Je... Bistisch partner. Ja, Jetro. Ja, toch? Hé! Maar dan had een andere reden. Oké, toen je Jetro vroeg, tak, hey, laten we iets samen doen. Ja. Ik ben een specialist in ja. bist, uh, wafel en kitchen en ja. en jij doet iets anders. Ja. Koud doen we aanstaan. Stond hij open voor? Jetro? Super flexie. Ja. Toen ik hem voor het eerst belde, we de contact. Het was ook alsof we elkaar al jarenlang kenden. Allemaal flexie, mi-flexie. Takkatoria, man. Tak, ja, in kom, dit, dat, zo, zo. Dus ja, het, ja ik, ik kan niet klagen over die man. De man is super flexie, hij staat ervoor open, hij is ook even enthousiast als ik. Dus we gaan er, we gaan er een knal, een dag van maken. Oké, okay, dus 10 april, nogmaals, gelaat. Van Sommelsdijkstraat, vanaf drie uur chicken en wafels, biscuits, maar ook een kidsmeal voor de kleintjes. Vaak, maar. Oh, je, je komt al weg vanaf 250 SRD. Dan een mooi spang. Dan kom je al weg mee. Oké. Okay. Want mooi spang is afhankelijk van hoe je eruit ziet en wat in je gaat. Ja, ja, <laughs> ja. Maar vanaf 200 SCD. 250 SCD. Dan, kom dan je heb je wel. Een lekker ja. chicken en wafel. Ja, dan kom je een mooi weg met die kids. Oké. Okay. Heeft u alles gezegd? Ik heb alles gezegd. Want daarvoor ben je hier? Ja, waarvoor ben ik hier? Het uh, enige wat ik nog wil zeggen. Kom uh, en voor de, de jongere mensen al der... Uh, weet je, scoren is belangrijk, maar als je iets van jezelf kan maken door jezelf op te leiden, doe het toch? En als je een goed idee hebt, doe het gewoon. Ga niet wachten om je idee helemaal te perfectioneren. Ja. Want anders gaat iemand anders het doen. Maar doe het gewoon zoals je denkt dat het goed is. En als je het hebt gedaan en het gaat niet goed, dan ben je tenminste wel op snuit gevallen. Ja. Maar dan weet je wat je moet veranderen en zo ga je verder. Maar doe het gewoon, voer je idee uit. Dus die innerlijke motivatie moet je hebben. Die motivatie moet je hebben. En gewoon doorbijten. Gewoon doorbijten, gewoon, je, uh, gewoon doen. Want als je het niet doet, dan weet je niet hoe het heeft, hoe het heeft kunnen lopen. Quincy, thanks voor deze boodschap. En succes waarmee je bezig bent. Thank you. En, uh, Ik zie je tweede Pasen. Ontbreekt u dat uw in Damsko... sa Zij hebben een Amerikaan gerecht. En die Amerikaanse vlobby. Nanga Saranga lobby.